Hoeveel tegenslag kan een mens aan? In het geval van Iljo Gijsen heel erg veel. Sinds november 2008 heeft hij als mens en sporter veel moeten incasseren. De geboorte van zijn zoon Jules en zijn overwinning in de Zesdaagse van Gent vorig jaar zijn lichtpunten in een anders donkere tunnel. Maar in iedere tunnel is er een uitgang en daar zit Gijsen heel dichtbij. Want in tegenstelling tot andere berichten bestaat de kans nog altijd dat Gijsen start in de komende Zesdaagse van Gent. Er loopt een procedure om nog te starten in de Zesdaagse van Gent. Uitspraak daarover 26 oktober. Enerzijds wil ik starten in Gent, anderzijds wil ik dat niet meer meemaken. Ik zou graag hebben, 27 januari is de schorsing volledig afgelopen, zowel bij het land als in België. En ik heb mij enorm gefixeerd op die datum. En ik wil niet dat er dan achteraf nog een keer 1 of 2 of 3 maanden zouden bijkomen, omdat ik dan nu die maand zou gekoerst hebben. Ik wil dat het achter de rug is, volledig. Het verhaal Gijsen zou het verhaal Gijsen niet zijn als er nog een wending in het boek zou komen. Zijn ploeg Quickstep heeft zijn contract niet verlengd en dus moet hij nog op zoek naar een nieuwe werkgever voor 2012. Hij zal zich dus in de kijker moeten rijden in wedstrijden waar hij wel zeker mag starten. Te beginnen met de Zesdaagse van Amsterdam, die morgen van start gaat. Ik hoop dat er snel een beetje duidelijkheid in komt, want die onzekerheid die ik nu heb is wel zeer vervelend, zeker na 2-3 jaar van miserie. Nu dat het einde eindelijk in zicht is en dat ik terug 100% coureur zou kunnen zijn, dan zit ik nu met het probleem dat ik voorlopig geen ploeg heb. Dus dat is vervelend. 2011 was voor Gijsen opnieuw een wielerjaar om snel te vergeten. Eerst mocht hij enkel in België koersen, dan tot eind juli helemaal niet en vanaf augustus tot eind januari enkel in het buitenland. En bovenop zijn sportieve zorgen verloor hij dan ook nog eens zijn beste vriend Wouter Weiland. Hoe sterk is de eenzame fietser? Elke keer dat er een tegenslag komt, elke keer dat ik in feite een klop op mijn kop erbij krijg, geeft mij ook motivatie of meer motivatie om proberen terug te slaan. Maar dat wordt steeds moeilijker en het is alsof dat zij steeds groter worden en ik steeds kleiner. Het is mij allemaal wel grondig beu nu. Ik wil gewoon, zeker van die juridische strijd, wil ik vanaf en mij 200% focussen op trainen, op koersen, op afzien en dan genieten van het werk dat je geleverd hebt. Daar kijk ik naar uit. En dat is ook mijn enigste motivatie om verder te doen en te blijven strijden, omdat ik weet van het einde is in zicht en volgend jaar sta ik er gewoon terug.